tweede seizoenstart voor derde divisionist rks Groene Ster is vandaag begonnen. Om een zonnig sportpark Ponshoek. En ik zit hier naast uh, Guus Hubbers, een van de nieuwe aanwinsten van Groene Ster. Guus, vorige seizoen uh, ook al een aantal trainingen meegedaan uh, met Bries Verbund, uh, de, de hoofdtrainer. En vandaag de, de eerste training. Ja, klopt. Uh, ik denk fijn om weer op het veld te staan. Ik ben blij dat ik vorig jaar al uh, een beetje meegetraind heb, zodat het niet te lang was dat ik niks, uh, niks gedaan heb eigenlijk. Dus, maar het is wel fijn om hier te zijn en uh, weer op het veld te staan. Je komt uit de profwereld, hoe is die connectie ontstaan tot je hier bij Goede bent beland? Uh, Maurice is een uh, oud uh, jeugdtrainer van mij bij Roda en uh, ja, daar vond ik hem altijd wel al, uh, ja, een hele aardige man en een uh, goede trainer. En, uh, ja, zodoende had hij me een, uh, een appje gestuurd van of ik niet interesse had om een keer op gesprek te komen. En eigenlijk wilde ik uh, ja, volledig stoppen, maar ja, na een gesprek met hem uh, heb ik toch besloten om even mee te trainen en te kijken hoe het zou uh, Bevallen. En ja, het is goed bevallen, dus uh, daarom dat ik in nu één seizoen uh, ga kijken hoe, de, hoe het bevalt. Ja. Je hebt volgens seizoen al bij de training een indruk in in gekregen van, uh, van de selectie. Hoe uh, uh, is het niveau? Uh... Ik vind het gewoon uh, ja, een goed niveau. Ik denk uh, voor Limburg sowieso het hoogste niveau waar je kan spelen. Dus uh, ja, dat is altijd wel, uh, wel lekker dat het nog uh, ja, een mooi niveau is. Ja, wedstrijden weet ik nog niet uh, hoe het precies is, maar ik ben een aantal wedstrijden komen kijken. Maar ja, het is wel, uh, ja, het is wel leuk om uh, op dit niveau nog te voelen vind ik. Uh, ja, kom het seizoen wordt het vierde seizoen voor Groene Sterren in de derde divisie. Uh, er zijn weinig mutaties in de selectie en ja, vooral aanvallende versterkingen. Hoe uh, zie je jouw rol uh, daarbij? Ja, geen idee. Uh, Wat de trainer me nodig heeft, kan hij me neerzetten. Ik kan op meerdere posities uit, 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 de, uit de voeten. En op zich uh, maakt het mijzelf ook niet zoveel uit. Dus uh, ik heb nog altijd loopvermogen. En, uh, ja, alles zit er nog een beetje in, dus uh, waar hij me nodig heeft, en uh, zal ik wat sturing geven aan de jongens en uh, hier en daar helpen. Wel nodig, ook bij de jonge jongens, en uh, ik denk dat hij dat ook van mij verwacht en dat, ik, dat zal ik ook doen. Ja. Hoe kijk je er nu uh, uit? Je hebt uh, zeg maar natuurlijk je lange tijd, uh, ja, het betaald voetbal uh, bijgekomen. Uh, is nu zeg maar uh, ja, plezier zeg maar, de grootste factor, zeg maar waarin je nog uh, uit ja, ik wil alleen maar plezier hebben. Want, uh, ja, eerst wilde ik, zoals ik zei, niks doen omdat ik uh, ja, geen plezier meer erin had. Maar nu, uh, denk ik, mijn Maurice die heeft me ja, het aangeboden hier en ook gezegd hoe ze hier uh, te werk gaan. Vandaar dat ik volgens hem nog een stuk meer heb getraind. Om te kijken of ik uh, weer een stuk plezier en, uh, en dat soort terugvinden. Dus ik denk dat dat uh, ja, mijn drijfveer is om hier dit weer uh, terug te krijgen. En als je plezier hebt, dan, uh, ja, dus, dan is het weer het leukste spelletje wat er is, denk ik. Maar uh, dat was een beetje weg, ja. Volgens hem had Hoen een eerste volledige jaargang in de, in de competitie. Mooie zesde plek. Kun je daar iets van zeggen? Wat zijn je verwachtingen? Uh, nee, heel eerlijk denk ik dat er nog meer in zat vorig seizoen. Omdat uh, ik heb een aantal wedstrijden gezien en ook wat uitslagen gezien. Waar ze dan uh, redelijk ver voor staan en toch nog weggeven. En ik denk dat als ze, dat, uh, als ze dit, dit seizoen gewoon ongeveer hetzelfde, hetzelfde gaan doen wat ze vorig seizoen hebben gedaan. En die wedstrijden juist zorgen dat ze die niet uh, verliezen. Dan denk ik dat ze nog uh, hoger, uh, hoger kunnen eindigen. Ja. Oké, okay, bedankt uh, voor het interview. Super.